Hallo mensen. Vandaag ben ik met een vriend die heet Mika. Zijn Xbox Live naam is Tippenieuw Duke 85. Maar jullie kunnen hem niet horen, want ik ben nu met hem aan via de headset aan het gaan. Maar de volgende keer ga ik via de computer met op Skype als dat lukt. En dan kunnen jullie hem ook horen. Maar wij gaan vandaag Kino der Toten doen. Oké, laat. Ja, mooi zo. Trouwens, sorry voor het beeld als die af en toe slecht is. Dit intro muziekje van zombies is eigenlijk best wel dom. Oké. Oké, dat ding is weggevallen wel. Dit heb je trouwens heel vaak op zombies online op Xbox. Als je met ja online gaat. We gaan wel gewoon private match doen. Oké, hier gaan we. Mika. Ik doe wel gewoon diegene onderaan, die twee eerste ramen. Jij doet die bovenste en die onderste, oké? Oké, sorry mensen trouwens als ik af en toe tegen Mika praat, maar de volgende keer kunnen jullie hem ook horen en dan kan hij ook wat tegen jullie zeggen. Ik moet alleen nog wel een plek hebben. Oh, daar is nog een tafel. Oké. Nou, nu beginnen we. Gelukkig duurt het nog even voordat de zombies komen. Weet je, Mika, we doen gewoon. Iedereen mag gewoon alle ramen nemen, maakt niet uit. Ja, wat maakt het eigenlijk uit? Ik bedoel, waarom zou iemand. Maar dus, Mika, heb jij eigenlijk nog een YouTube-account? Oké, Mika heeft dus geen YouTube-account, maar als hij er een aanmaakt, dan weet ik wel zeker dat ik hem onderin zet, want dan kunnen jullie er ook. Naar zijn video's kijken, tenminste als hij er nog video's gaat opzetten, dat weet ik ook nog niet. Ja, dan is het ook niet echt letterlijk jouw laptop, hè. Weet je, het is best wel grappig, want ik bedoel, rond de waves gaan de zombies steeds harder lopen en zo en alles. Ik heb nu meer. Ja, je hebt gelijk. Ik heb nu de beste internet connectie. Ik denk dat we dit nog een paar waves volhouden hoor, mensen. Want. Ja. De zombies komen overal vandaan en wij zijn maar met z'n tweeën. Mika, ga je ook een beetje naar beneden, want ik zie alleen maar boven lopen. Ja, ik neem. Ja, ik zie jou ook heel erg leggen. Wel grappig om jou te zien leggen. Ja, daarboven zijn ook al gasten. Holy fuck! Fuck, die een 5 bestel. Snel. Ah, fuck, lukt dit? Ja, dit lukt. Ah, fuck, dit gaat niet goed aflopen. Holy fuck. Dit loopt echt niet goed af. En mijn beeld draait nogal slecht. Bam, jongen. Die was door de baas. Nou, we hebben in ieder geval nog een wave overleefd.
Dat is al goed. Lol. Maar dus sorry mensen als jullie, dat jullie Mika niet kunnen horen. De volgende keer proberen we wel met Skype. Dan moet het wel lukken. Oké. Nou, ze zijn ook echt overal, hè, die kleine suckers. Oh, fuck. Ik gooi maar gewoon wat granaten. Hij laat snel. Ja, fuck. Revive me, dat kan ik ze afhouden. Ik was er tegen als je me nu... Oh. Wauw. Ik ben al 2 keer dit neergegaan, Mika nog geen 1, dat faalt wel. Oké, Mika, help jij de eerste deur? Oké, help jij de eerste deur? Bovenste natuurlijk. Want daar is de beste machine geweren. Kijk maar. Mika, we moeten alles in de gaten houden, hè? Fuck. Ik word nou gedreven. Nee. Holy fuck. En waarom schoot hij nou niet? En waarom switchte hij van wapen? Ik drukte niet eens op I. Ik zei toch dat het... Ja, inderdaad, dat faalt. Ja, ik weet het. Zit er niemand anders bij jou op internet dan of je wel... Nou, dat slaat nergens op. Dat heeft gewoon te maken met de server. En Mika zit. What the f... Holy fuck, ik... Oh, what the hell, mensen. Ik hoorde net uit zijn headset komen. Foul. Ik ben best wel goed met de China League eigenlijk. Ik ben eigenlijk ook best wel goed met alle... Wapens met RPG tot. Het enige waar ik niet zo super goed mee ben, dat is. Ik hoor het alweer. Wat de hel, Mika, wat is er aan de hand met jouw headset? Nou. Dit wordt trouwens mijn derde filmpje op YouTube. Als jullie de andere twee ook. Als jullie mensen de andere twee parts ook willen kijken die ik ga uploaden, duurt wel even, maar dan zou ik dat. Dan zou dat heel erg fijn zijn. Want hoe meer bekijkt, hoe beter. Nou, headshot. Oké, ze maken de muren kapot. Hou eens op met de muren kapot te maken, die mensen. We hebben die muren nog nodig. Eigenlijk vind ik het best wel grappig, ze kunnen dwars de beton heen slaan. Ik bedoel, dat kan een normaal mens niet eens. Er zit wel houten skelettenbouw in. Ja, zeg dat wel. Maar ik begrijp het niet, dit pand is houten skelettenbouw, maar ik bedoel, het is een militair gebouw, dus dat valt wel. Ja.
Nou, dus dan gaan Mika en ik de volgende keer gewoon Skype als het kan via zo'n tablet. Dan neem ik de laptop mee, dat wordt wel morgen, want ik ga vanavond trouwens nog die andere delen op uploaden, mensen. Dat weten jullie waarschijnlijk dan al, want ja, die staan er dan al op. Maar ik moet dus wel de hele nacht wakker blijven, jammer genoeg, om die andere twee dingen erop te zetten. Oh, prachtige bom. Oh, kom hier, bom. Ik wil altijd met jullie leven bommen. Oké, Mika gaat helemaal paga worden door ons van headshot, ik weet niet waarom. Hier, nu heb ik er ook een en dat was gewoon one shot. Oké, dus ze zijn de muren weer kapot aan het maken. Houd daar nou eens. Holy. Applaus. Ja, ja, dat was het inderdaad. Ja, maar ik kill ze. Wat? Zou jij misschien die deur daar willen openen? Nou, ik moet toch ook nog. Ik moet nog 1000 hebben. Oh, hi. Nee. Headshot. Nou, nee, ik had een headshot en dat is veel mooi. Ja, maar hoe kan jij voorstaan terwijl ik 20 kills heb en jij 11? Heb ik veel. Ja, bij mij sta jij voor, ach nou. Dus waarschijnlijk omdat het online offline is. Ja, oké, ik heb 2000. Oké. Holy fuck, de deuren zijn open. Ren. Dat is waarschijnlijk het domste wat ik ooit heb gedaan, maar dat maakt niet uit. Ja, dan moeten we. Dat zei ik, ren. Nou, gelukkig was die kaboom er. Ja, maar als je nog eens een keer zo beweegt, als ik je probeer te reviven, dan kan ik je voortaan niet reviven. Nee, ik wou zeggen. Ja, haal het wapen dan snel. Of heb je hem? Oh ja, het maar. Nou, als jullie mensen nog enkele tips hebben, dan zou ik die gerust kunnen gebruiken. Voor Call of Duty of zo. Maar als jullie willen vragen welk spel ik heb, dan zet ik dat ook wel onderin. Ik bedoel in de comments, want ja, dat zou wel handig zijn. Nee, oh wel. Holy fuck. Oké, we moeten hier weg, we moeten hier weg. Ja, snel op jij, Jander. Wacht. Nee. Oh, ik heb nog net 1 schot kunnen gedaan. Nog 1, dat was best wel knap. Dit is een handige. Snel. Nee, ik wou op de shotgun. Oh nee, wacht, die kost meer. Ja, maar ik nog niet. Dus wacht even op mij daar. Oké, mooi zo.
Wauw. Oké, we moeten de zombies zo lang mogelijk afhalen. Dit is our stronghold. Ah, fuck. Ze komen naar 1. Ja, ik heb hem. Ja. Oké, ik denk dat dit slecht gaat aflopen, mensen. Dat betekent en wel kopen, Mika. Waar is die stomme mystery box? Hij is hier. Fuck, bijna. Ja, ik kan hem openen. Ja, ik heb hem geopend. Oké, er is maar 1 ingang. Zo bedankt. Er zijn maar een paar ingangen, dat is mooi. Maar een paar, dat is ook wel slecht. Kijk dan naar je andere geweer, misschien heb je daar nog wat voor. Ah fuck, nu kan ik niet zien of ze komen. Ja, absoluut. Nou, dat ging ook slecht, mensen. Nou, wij gaan zo meteen, tenminste als Mika dat goed vindt, 10 deathmatch doen op GTA Eevee. Oké, mooi, dan zie ik jullie dan.